Nou Geert, ze zijn hier een beetje aan het afbreken, het is klaar. Jij bent ook klaar. Ja, zeggen voor mij is het in ieder geval ook klaar. Ja. En, het gaat nog even door, maar voor mij is het erop. Is het een gefeliciteerd of is het een jammer, maar helaas? Nee, het is zeker een gefeliciteerd. Zeker weten, ja. Ik ben er super blij mee, het is helemaal geweldig. En ja, natuurlijk die laatste hand is een beetje pijnlijk ook draaien. Ging die precies? Iemand race in de cut-off met vrouw Boer-Soetet, maakt er 80 van. Ik had nog 1,1 miljoen staan, denk ik. Ik maak er 250 van in de blinds, hij called. Flop valt de vrouw hoog, hij maakt top pair op de flop dus. En ik zat nog een beetje te denken, wat zou ik doen? Zal ik checken of betten? Nou, ik dacht, kom gewoon klein bettend uit, kan hij er altijd overheen komen, mocht je wat hebben of mocht je willen bluffen. Dus hij zette mij meteen all in en ik call meteen, hij draait zijn boer-vrouw om. Dus hoeveel in geen vrouw en boer te vallen, zeg maar. Maar goed, op de turn was het meteen raak, die vrouw. En nou, daar kwam geen aas bij op de river en einde toernooi. Jammer man, dan had je hoeveel muntjes gehad als je die wint? Ja, ik denk 2,3 miljoen. Dan had ik weer een paar ton boven average gestaan. Dus dat ja, was wel een super fijn spelen in feite. Maar ja, het is allemaal achteraf en dat is niet gebeurd. En dus het heeft allemaal weinig nut. Ja, oké. Was je dit toernooi nog een paar keer all-in als zware underdog of viel dat wel mee? Ik ben voor mij op dag 3, nee dag 2 volgens mij, ben ik 2 keer all-in geweest. Dat was... Eén keer op de river had ik een straight draw, inside straight draw, een flush draw met 2 overcards. En de andere keer had ik gewoon top pair met een schale kikker. En nou goed, er viel een aas op de river, dus die pot was van mij. Anders had ik eruit gelegen. En op diezelfde dag ook een keer had ik vrouw tegen aas koning. Ja, daar had ik er niet uitgelegen, maar had ik nog niet meer veel overgehouden. En die bleef ook staan, die coinflip. Dus dat waren eigenlijk de enige 2 momenten waar ik waar een beetje 50-50 was. En voor de rest weinig all-in geweest, een paar wel grote potten gespeeld, maar wel gewoon met ja, veruit de beste hand, dus er was verder niks aan de hand. En een toernooi, ja, je hebt 5,5 dag zitten kaarten, is dat te lang? Ja, voor sommigen misschien niet, voor mij wel. Ik vind dat ik was gewoon heel erg blij als de dag weer erop zat. Als zij van nou we spelen maandag maar 1 level na de dinner break, dan was ik wel erg blij. Want, ja, lichamelijk gaat het prima, maar ik kreeg wel behoorlijk last van mijn nek, zeg maar. Ja, je concentratie en de adrenaline sloopt je lijf natuurlijk ook. Ja. En normaal was de tweede, of de tweede dag in die kleinere toernooitjes, die begon altijd om 2 uur 's middags. Maar jullie moesten elke keer om 12 uur beginnen. Ja, iedere keer van 12. En de eerste dag was het van 12 tot 1 uur, 1:30 s'nachts. Eén keer zelfs op de bubbel was het 2:30 geworden. We mochten wel een uurtje later beginnen, dag erop, dus dat was wel erg fijn. Maar al met al, het is prima vol te houden, maar wel fijn als de dag er weer op zit. Ja. Oké, nou ja, nu heb je in ieder geval dus vrije tijd. Ik neem aan dat je tussendoor om fit te blijven niet echt al te veel feestjes hebt gevierd. Nee, we zijn iedere avond een beetje hetzelfde programma. Na een dag kaarten was het de jongens die kwamen mee ophalen met de auto. En ze hebben teruggereden naar het hotel, gelijk de bar in. Even wat drinken, een paar biertjes en toen naar bed. Ja. Dus dat was vast ritueel. En de laatste paar dagen dat je hier bent, wat staat er allemaal op de rol? Even kijken, morgen gaan we wat winkelen, leuke dingen kopen, ja, vanavond lekker eten, morgen ook goed eten, lekker wat drinken weer, een beetje feesten ja. En woensdag naar huis. Ja, daar is het wel een goede stad voor, hè? Ja, daarom, dat hadden we ons ook al bedacht, ja. Nou, Geert, hartstikke gefeliciteerd, geniet een jaar lang van je status als beste Nederlander ter wereld. Ja, dat zal ik doen. Ik kan er ook een beetje jaloers op zijn, gefeliciteerd. Ja, oké, dankjewel.